Ja, Den Haag heeft nooit stadsrechten gekregen. Mochten dus ook geen muren om de stad bouwen. Maar die bouwden wel een gracht. Want helemaal achterlijk waren we natuurlijk niet. Een heleboel grachten zijn gedempt. Maar langzamerhand gaan die grachten weer open. Dit is ook nog steeds een heel mooi stukje. Hè? De Westermolens bij het Westeinde. Ja, en natuurlijk de Veenkade. Vroeger een parkeerplaats, weggehaald. Nu weer een mooie open gracht. En vandaag gaan we er weer een stukje aan bijplakken. Ja, Piet Heinplein, vroeger echt een hele donkere tunnel waar je met de rondvaartboot onderdoor moest gaan, op de buurten en zo. Bovenop één grote verkeerschaos, maar nu is het opengemaakt en echt een schitterend plein geworden. Als gemeenteraadslid heb ik mee mogen werken aan dit project, aan de besluitvorming daarover. Zo ook over de draaibrug, het openmaken natuurlijk van de Veenkade die we daarnet zagen. En de nieuwe haven bij het Centraal Station en tal van andere zaken. Ben jij nou raadslid of een andere belangrijke hotemethode in Den Haag en je denkt van hé, ik wil ook wat doen met die grachten. Hé, let op. Het is een schitterend boek, jawel, is verkrijgbaar. Met planstudies en wat al niet meer, doorberekeningen en wat dan ook. Samengesteld door bewoners van de binnenstad, stedenbouwkundigen en allerlei andere mensen die hier verstand van hebben. Doe er je voordeel mee en maak in Den Haag nog veel meer grachten open.